Nou mensen, echt waar. Ik verzin ze niet hoor. Het is vandaag internationale poepdag. Ja, laten we dan maar poep gaan tekenen. Het is ook internationale dag van de Scrabble. Zien poep in Scrabble? Of Scrabble in de poep? We maken er wel wat van. Doe je mee? Ja, vandaag Nationale Poepdag en Nationale Scrabbledag. Ja, zullen we daar een combi van maken dan? Want poep heeft niet veel woordwaarde. Dat heb ik al uitgerekend, dat zijn er 6. We kunnen natuurlijk wel even Scrabble tekenen. Dat is misschien ook leuk. Nationale Poepdag, Internationale Scrabbledag. Nou ja, laten we dan eerst met dat internationale beginnen. Scrabble. Voor wie het niet kent, dat zijn die steentjes. Hè? Daar letter erop. En dan heb je woordwaarde. En wie de meeste woordwaarde kan leggen, die wint uiteindelijk. En het eerste van zijn steentjes af is. Nou, de P heeft een woordwaarde van 3. De O1. De E heeft ook een woordwaarde van 1. Ja, en dan hebben we die P weer. En die wist wel. Die had een woordwaarde van 3. Voilà. Poep in Scrabble. Nou ja, poep. Poep, hoe teken je nou poep? Eigenlijk is dat helemaal niet zo moeilijk. En voor voorbeelden, er ligt nog op de stoep waarschijnlijk. Misschien valt het bij jou mee. Hier valt het ook gelukkig wel mee. Nou, dit is wel een hele mooie poepdrol. Zo. Vroeger had je ook nog dat spelletje poe. Op je telefoon, die moest je dan eten geven. En anders ging die dood. Een soort Furby, maar dan digitaal. Op je telefoon. Dat is een hele mooie drol zo. Je hebt ook het gebakje bolus uit Zeeland. Dat betekent eigenlijk gewoon drol of poep. Nou ja, ga zelf aan de slag met poep. Ga dat eens proberen te tekenen. Poepdag en scrabbeldag. Je kan ook lekker gewoon een potje gaan scrabbelen natuurlijk in plaats van tekenen vandaag. Maar ja, je ziet het. Het is zo gemaakt, de tekening. En blijf lekker tekenen. Ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.